Er kwamen drie koningen met één. We zijn hier met Bram en Maarten. En dit is de reportage van Drie Koningen Zingen in Baarle 2023. Kijken jullie met ons mee? Er kwamen drie koningen met ene ster. Wat is precies de bedoeling van Drie Koningen Zingen? Ja, de kindjes komen vandaag naar de stal, want dat is eigenlijk het idee van het verhaaltje van vroeger. Dat kindje Jezus is geboren en dan komen de herders en de koningen, die komen dan kijken. En vandaag op 6 januari komen de koningen langs. Dus de kinderen gaan zich verkleden en die komen dan hier bij de jury een liedje zingen. Er kwamen drie koningen met ene ster. Zij kwamen van bij en zij kwamen van ver. Zij kwamen van bij en zij kwamen. Wat vinden jullie zo leuk aan Drie Koningen? Dat Jezus is geboren. Ook. Ook leuk. Ben je al bij veel huizen langs geweest? Ja. Ook. Waarom doe je eigenlijk mee? Omdat ik het gewoon leuk vind. Omdat ik het leuk vind. Kwamen van ver, zij kwamen de hoge berg opgegaan. Hoe lang doe je dit al? Al best lang, ik weet niet meer precies hoe lang. En wat vind je er zo leuk aan? Dat je verkleedt en dan zingen en dat is gewoon grappig om te doen. Ze kwamen de hoge berg opgegaan. En vinden jullie het leuk om jury te zijn bij Drie Koningen? Ja, ik vind het heel leuk. Vooral om iedereen te zien en al die leuke creaties. Ja, ik vind het ook heel leuk en vooral die kinderen die dan verkleed zijn en zo. Net hebben we een hele originele groep gezien met de kameel. Ja. Nou, dat is gewoon echt heel erg leuk om te zien. En wat is het coolste, speciaalste wat jullie ooit al hebben gezien? Ja, we hadden net de kameel natuurlijk. Maar het speciaalste is ook wel dat we iemand, een klein kindje die als ster was verkleed. Drie koningen, geef mij een nieuwe hoed. Mijn oude is versleten, mijn moeder mag niet weten. Mijn vader heeft het geld op de toonbank geteld. Goed gedaan. Dit was de reportage van Drie Koningen. Wij hopen dat jullie het leuk vonden en tot volgend jaar. Doei! Drie koningen, geef mij een nieuwe hoed. Mijn oude is versleten, mijn moeder mag niet weten. Drie koningen. Nee, dat klopt niet. Afterschool Radio. Leren, samen, doen.